dat je er bent. Dankjewel. Het is gezellig. Ik vind het ook gezellig. Ja, in ons mooie tuin natuurlijk. Super mooie tuin. Dit is een soort van geheimpje aan de Herengracht. Ja. Secret Garden. Nee, mooi. Ja, hoe is het met je? Goed. Ik heb het bloed heet. Het is heel warm, maar het gaat goed. Ja, het is ook echt te benauwd vandaag. Ja, de warmste dag van... Volgens mij wordt het de warmste dag ooit. Ja. Dus het is gewoon echt niet normaal. Nee, nou wel lekker. Nou, je bent er wel lekker op gekleed natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is wel gewoon lekker luchtig. Zondag, wanneer de zon schijnt, dan wil ik ook gewoon lekker kleuren aan. Dat vind ik heerlijk. Ja. Maar jij bent lekker een beetje aan het uitrusten, denk ik. Want je bent heel druk geweest de afgelopen 6 maanden. Ja, ik ben super druk geweest. Ik heb veel ervaringen erbij, veel nieuwe avonturen meegemaakt. Dus 2 programma's in een half jaar tijd. En ik was helemaal kapot daarna. En nu heb ik even rust gehad. En nu begin ik langzaamaan weer leuke dingetjes te doen. Jeetje, 2 programma's ook. In een half jaar. Dat is wel pittig. Ja. Ja. En ook nog andere dingen erbij gedaan. Want je doet ook heel veel festivals. Hè? Gaat lekker. Je bent naar Decibel geweest. En waar ben je laatst geweest? Decibel en Wish heb ik echt zelf gepresenteerd. Daar ging ik de DJ's interviewen en zo. Een beetje VJ-achtig. Oh, leuk. En ik ben zelf ook een festivalganger. Gewoon als ik vrij ben om met mijn vriendinnen gewoon uit te gaan. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar je gaat dus ook nog naar festivals? Ja, zelf ga ik ook naar festivals als ik niet hoef te werken. Gewoon met vriendinnen, platte schoenen aan, korte broek, wijd t-shirt en gewoon lekker stampen. En als de zon schijnt is het echt te gek. Oh, lekker. Ja. Ja, nou dan gaat het morgen zeker. Ik hoor dat het heel lekker weer wordt. Het wordt lekker weer, maar hier en daar een bui, maar ik denk dat het ook wel wat heeft. Nou, ik ben zelf ook wel eens naar een festival geweest in de plensende regen, maar dat heeft ook wel wat. Dat is ook wel geinig. Ja, ik denk dus ook dat het wel leuk is. Als je maar met een leuk groepje bent, dan heb je sowieso Maar weet je al wat je aan gaat doen? Nou ja, ik heb een idee. Ik vind het altijd leuk om gewoon een korte broek aan te doen en platte schoenen. Maar ik ga nog even met mijn styliste Graciella zitten. Even kijken van, goh, wat zal ik morgen aan doen? Dus nog even afwachten, maar we hebben wel leuke ideetjes. Je hebt een idee? Ja. Leuk. Ja. En hoe werkt dat eigenlijk meestal als je met een styliste werkt? Ja, nou, dat is eigenlijk super fijn. Want je hebt natuurlijk heel veel premières, rode lopen momenten, evenementen, feesten, festivals. En laatst was natuurlijk de Fashion Week. Dan moet je er dus wel op en toe uitzien. En dan gaat zij natuurlijk naar je kijken. En zij weet natuurlijk ook precies wat nu in is, wat mooi staat bij mij qua figuur. En dan komen we eigenlijk tot de perfecte outfit samen. Ja. Je woont al een paar jaartjes in Amsterdam, hè? Ja, ik woon nu 4 jaar in Amsterdam. Amsterdam-West. Oh, gezellig. Ja, de Kinkerbuurt. Wel een leuke buurt. Ik vind het een hele leuke buurt. Altijd als ik er weer in rijd met mijn scooter of met mijn fiets, dan denk ik, ik ben weer thuis. En heb je zo ook een beetje je eigen hotspots in Amsterdam? Ja, ik heb hier en daar wel mijn eigen hotspots. Ik weet altijd precies waar ik naartoe moet gaan voor mijn boodschappen en zo. En ik ga zo meteen ook nog even naar een aantal hotspots van mij. Super leuk op een vrijdag. Ja. Oh, leuk. Nou, daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. En heel erg bedankt voor het komen. Ja, jij bedankt. Vond het super gezellig. Vond het heel gezellig. Dankjewel. Tot snel. Tot snel.